Eindelijk weer eens goed nieuws voor de geitensector in Brabant. Want gisteren zijn na het opheffen van het fokverbod in juli de eerste geitjes geboren. Bij de geitenhouderij van Teun Frans en Nicole Heesmans hadden ze de primeur. En daar werden gisteren twee lammetjes geboren. De geitenhouderij in de Rips was in juli de eerste waar weer geiten werden geïnsemineerd toen het fokverbod afliep. Voor zover bekend zijn zij dus ook weer de eerste die weer gezonde jonge geitjes hebben. Ja, weer nieuwe jeugd op de bedrijven. En ja, de bedrijven kunnen daardoor toch weer beter vooruit. En, want je hebt ze gewoon keihard nodig. En ook voor besmette bedrijven is het natuurlijk toch weer dat er weer dieren aangevoerd mogen worden. En ook zij kunnen nu weer opnieuw beginnen, zeg maar, of verder. Ja. Hier heeft de sector naar uitgezien. Ja, zeker weten. Ja, ja.